In deze video gaan we kijken hoe je eenmalig, of misschien zelfs maandelijks, 2500 euro kunt investeren. Dit is de derde video uit de serie genaamd Beginnen met investeren, telkens gevolgd door een x-bedrag, zeg maar. We zijn begonnen met 100 euro, ook 1000 euro hebben we gehad. En in deze video gaan we dus kijken naar 2500 euro. En zoals gezegd, of dat nou eenmalig is of per maand, want dat zorgt natuurlijk voor ten eerste het bedrag, maar ook de frequentie zorgt ervoor dat je een andere strategie gaat toepassen. En in deze video bespreek ik dan ook de strategie die ik zou toepassen wanneer ik 2500 euro eenmalig dus of maandelijk zou kunnen investeren. Ik wil jullie hiermee motiveren of inspireren om te kijken van wat kan ik doen om ook dit te bereiken en hoe zou je het dan aanpakken. Je kunt er vast al over nadenken, misschien is het nog niet het bedrag wat je nu hebt, maar misschien over een jaar of twee jaar heb je dit wel te besteden. Misschien kun je wel een keer je 13e maand of je vakantiegeld hiervoor gebruiken. Nou, daarom maak ik dus deze video. En dus gaan we in deze video kijken hoe je eenmalig of elke maand 2500 euro kunt investeren. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik hieronder dan op de rode knop om je te abonneren. Dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar het bedrag van 2500 euro, hoe je dat dus het beste kunt investeren. En net zoals ik in andere video's al heb genoemd, moet je altijd eerst zorgen dat je een goede basis hebt voordat je überhaupt begint met beleggen of investeren. Wat houdt nou deze goede basis in? Nou, het begint natuurlijk dat je ten eerste je schulden aflost, want je wilt zorgen dat je eigenlijk schuldenvrij bent op je hypotheek na, maar dat is eigenlijk nog de beste vorm van schuld. Alle andere vormen van schuld wil je eigenlijk zo snel mogelijk vanaf komen. Ten eerste natuurlijk omdat het fijner is, dat je dan geld over hebt om echt om te beleggen. Ten tweede omdat je dan ook minder kosten maakt, want vaak schulden nemen hoge rentepercentages met zich mee. Dus je bent er veel geld aan kwijt. Dus eigenlijk als je van al die schulden af bent, behalve je hypotheek, kun je eens gaan nadenken om te gaan investeren of beleggen. Maar voordat je natuurlijk daaraan begint, wil je ook nog zorgen dat je een buffer houdt. Want stel het gaat dadelijk slecht met je investeringen of beleggingen, dan wil je altijd zorgen dat je nog een buffer van misschien 3 tot 6 of zelfs 12 maanden hebt. Zodat je in ieder geval nog een geruime tijd in je onkosten kunt voorzien. Dus mocht er een keer iets gebeuren, gaat er thuis iets kapot, verlies jij je baan, dan ben je niet meteen verplicht om je beleggingen bijvoorbeeld te verkopen, net wanneer ze in de min staan. Dus dan kun je eerst nog een paar maanden of een tijdje eigenlijk vooruit op die buffer. En als je dan natuurlijk begint met investeren, raad ik aan om natuurlijk dit als eerste toe met geld wat je kunt missen. Dus mocht het nou helemaal misgaan, zeg alles verliezen, want die kans is niet zo groot, maar stel het zou gebeuren dat het dan in ieder geval geen impact heeft op je dagelijkse leven, dat je in ieder geval al je onkosten nog kunt voorzien. En je wilt de belegging natuurlijk ook voor de lange termijn doen, dus zeg maar voor 10, 15, 20 jaar of zelfs nog langer tot aan je pensioen, net hoe lang dat duurt. En dit zorgt natuurlijk ook voor dat je de manier die we dan toepassen in deze video, die is ook gericht op de lange termijn. Want stel je gaat nou heel groot gedeelte in aandelen doen en de beurs gaat onderuit, dan zou je dus 50% zeg maar kunnen verliezen of misschien nog wel meer. Maar eigenlijk over de lange termijn, zeker als je langer dan 15 jaar bezig bent, heb je eigenlijk altijd een positief rendement. Dus we richten ons in deze video dus ook op de lange termijn. En als eerste gaan we dan kijken naar als je eenmalig 2500 euro te besteden hebt om te beleggen, investeren, noem het maar op. Nou, dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je, zoals gezegd, vakantiegeld hebt gekregen, een 13e maand, een bonusuitkering, noem het allemaal op. In ieder geval een redelijk bedrag, wat de meeste mensen zeg maar per maand verdienen, dat je in ieder geval dat bedrag eenmalig dus kunt investeren. Ten eerste zou ik dan ongeveer de helft van dit bedrag, dus zeg 1250 euro, gebruiken om te investeren in indexfondsen. Dit zou ik doen via aan de ene kant de Giro, of aan de andere kant FlatEx. En ik zal trouwens alle brokers en links die ik noem onder deze video plaatsen, zodat je rechtstreeks daar naartoe kunt gaan. Maar in ieder geval dus de helft zou ik gebruiken in indexfondsen. En dit is echt iets voor de lange termijn. Zoals gezegd, ik wil voor de lange termijn beleggen. En dan is een indexfonds vaak heel erg goed. Dat is eigenlijk wel uit onderzoeken gebleken de laatste tijd. Of eigenlijk al heel lang moet ik zeggen, dat een indexfonds volgt een bepaalde index. En op de lange termijn is het altijd een heel erg goede keuze, omdat je lage kosten hebt, weinig risico relatief gezien en toch vaak een gemiddeld best wel goed rendement kunt maken. Vervolgens zou ik op dit moment ook 750 euro besteden aan aandelen die een dividend uitkeren. Dus zeg maar dividendaandelen. Dit zou kunnen zijn van bedrijven waar je van je groei verwacht, maar ook van bedrijven waar het eigenlijk de groei al uit is en dus echt dividendaandelen zijn. En de reden hiervan is dat je op deze manier eigenlijk elke maand, kwartaal, toch nog geld binnenkrijgt vanuit die dividenden. Want zij keren dus een gedeelte van hun winst uit aan de aandeelhouders. En jij als aandeelhouder krijgt daar dus een bepaald percentage voor. Zoals gezegd, meestal per kwartaal. Dus op die manier zie je toch nog elk kwartaal geld binnenkomen op je beleggingsrekening. En dat is natuurlijk fijner, want
Zeker wanneer er een crisis aan zit te komen en de koers wat onderuit gaat, zie je dan toch nog in ieder geval iets terug in de vorm van dividend. En dan blijft er uiteindelijk nog 500 euro over en die zou ik gebruiken om een passief inkomen op te gaan bouwen. Je hebt nu eenmaal, zeg maar eenmalig dus 2500 euro en 20% daarvan zou ik dus gebruiken om eigenlijk in jezelf te investeren. Om juist dus een passief inkomen op te bouwen, zodat je misschien op de lange termijn die 2500 euro misschien wel per maand kunt investeren. Passief inkomen kost natuurlijk altijd tijd en ook kennis vaak. Dus ten eerste zou je zeggen van ik investeer in bijvoorbeeld webhosting om in ieder geval een blog te beginnen of een website te beginnen. Dat is vaak wel een van de basisbeginselen. Maar je kunt natuurlijk ook een cursus volgen voor jezelf, dat je ontwikkeling beter is, dat je kennis uitbreidt en dat je die kennis gebruikt dus om iets op te bouwen en die kennis wil delen met anderen. En dit zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn via een eigen website, een Instagram account, een YouTube kanaal net zoals dit. In ieder geval al die dingen samen kun je dus ja, eigenlijk volgers opbouwen, zorgen dat mensen betrokken raken bij jou, misschien op lange termijn bepaalde producten aanbevelen waar je een affiliate link voor gebruikt, dus dat je eigenlijk daar een commissie of een vergoeding voor krijgt. Of je gaat misschien zelf producten verkopen in de vorm van een e-book of een videocursus waarbij je jouw kennis dus deelt aan anderen en op die manier geld verdient. Nou, dan is het dus eigenlijk een investering van 500 euro in jezelf voor de lange termijn, zodat je op lange termijn dus meer geld verdient, wat je dus kunt gebruiken om bijvoorbeeld maandelijks te gaan investeren. En dan komen we dus aan bij het volgende gedeelte van deze video. Wat nou als je 2500 euro in de maand kunt investeren? Nou, ten eerste gefeliciteerd, want dit is voor de meeste mensen gewoon een maandinkomen en zij moeten daar alles van betalen. Alleen jij bent dus schuldenvrij, hebt een buffer opgebouwd en hebt dus eigenlijk 2500 euro over om te besteden en je hebt besloten om dit te gaan investeren of beleggen. Dus gefeliciteerd met je inkomen, zou ik zeggen. Mocht mij dit nou ook lukken om dus 2500 euro in de maand te verdienen, bijvoorbeeld met mijn YouTube kanaal of al die dingen eromheen, dan zou ik ten eerste daarvan 1000 euro weer gebruiken voor indexfondsen, nog steeds voor dezelfde redenen, gewoon voor de lange termijn beleggen. Ik ben op dit moment 31, dus ik heb nog een tijdje te gaan tot aan mijn pensioen. En dat is natuurlijk, ja, gezien die horizon, een prima investering eigenlijk. Dus we gaan, zoals gezegd, voor een best wel goed rendement van 1% of 7% gemiddeld. Lage kosten en een gespreid risico. Dus dat is gewoon de basis waarop eigenlijk op de lange termijn ik wil bouwen eigenlijk. Maar behalve je op de lange termijn te richten, wil je eigenlijk ook, ja, eigenlijk nu al profiteren van het geld wat je verdient. En daarom zou ik bijvoorbeeld elke maand 500 euro gebruiken om extra af te lossen op een hypotheek. Dit komt dus neer op 6000 euro per jaar. En voor de meeste hypotheken geldt dat je 10% van het originele bedrag, dat je dat kosteloos mag aflossen extra elk jaar. Op dit moment doe ik al 500 euro extra aflossen elk kwartaal, maar ik zou het in dat geval dus verhogen naar elke maand 500 euro. En gaan we dan kijken naar mijn hypotheek en mijn maandlasten, dan zie je dat ik op dit moment nog ongeveer 615 euro betaal. Stel dat het zou beginnen in januari 2020. Maar door die maandelijkse aflossing zou ik het jaar eindigen met 586 euro en 21 cent per maand. Wat dus voor zorgt dat ik uiteindelijk gedurende dat jaar door al die extra aflossingen 29 euro in de maand minder heb aan lasten. En dat is dus een voordeel. Want stel nou dat ik naderhand mijn inkomen wegvalt, bijvoorbeeld uit YouTube, dit extra inkomen. Dan zorgt het er wel voor dat de rest van de looptijd ik nog steeds kan profiteren van die 30 euro bijna in de maand die ik minder heb aan vaste lasten. Omdat mijn hypotheekbedrag dus is gedaald. De volgende 250 euro zou ik dan gebruiken voor een passief inkomen. Nou, waarschijnlijk als je dit soort bedragen verdient en dus over hebt om te investeren, heb je vaak al een passief inkomen. Komen, denk ik. Nou, mocht dat nog niet het geval zijn, dan zou ik die 250 euro gebruiken om dit op te starten. Dus dat je eigenlijk je inkomen op de lange termijn nog verder kunt vergroten. Maar zoals gezegd, we gaan er even vanuit. In mijn geval, ik heb al een passief inkomen, dus ik zou die 250 euro gebruiken om dit passieve inkomen te verhogen elke maand. Het begint er natuurlijk mee dat je ten eerste het passief inkomen wat je hebt wilt behouden. Dus je wilt zorgen dat je in je kanaal investeert bijvoorbeeld, of in je website, dat je telkens tijd daarvoor vrijmaakt om nieuwe blogs te schrijven of nieuwe video's te maken. Maar je kunt het vervolgens ook gebruiken om bijvoorbeeld een betere camera te kopen, een betere microfoon, andere dingen, misschien iets van een podcast opstarten, die apparatuur aanschaffen om eigenlijk de kwaliteit van je product, of dat nou een video is of een website of noem het allemaal op, in ieder geval de kwaliteit daarvan te verbeteren en op die manier meer mensen aan te spreken of mensen gewoon betere content aan te bieden, waardoor het uiteindelijk op de lange termijn waarschijnlijk meer inkomen gaat genereren voor jou. Dus eigenlijk investeer je gewoon in jezelf of in het kanaal of in het passief inkomen dat je hebt. En op deze manier hebben we al 1750 euro besteed, dus we hebben nog 750 euro elke maand te gaan. Nou, ik zou daar dan weer 250 euro gebruiken om REITs aan te kopen, dus Real Estate Investment Trust, want natuurlijk, vastgoed is altijd heel erg interessant. Veel mensen die jij waarschijnlijk kent of gehoord over hebt,
die veel geld hebben verdiend, hebben dit waarschijnlijk via vastgoed verdiend. Dat is natuurlijk vastgoed beginnen is vaak heel erg lastig. Ten eerste omdat je veel kennis nodig hebt van wet en regelgeving, van de wijk waarin het vastgoedpand misschien staat, het aankopen, het verkopen, noem het allemaal maar op. Heel veel contracten is trouwens ook nog heel erg lastig. En als je dat allemaal weet, heb je ook nog eens het kapitaal nodig om een huis te kopen, want je kunt het vaak niet via een normale hypotheek doen. Dus je moet zelf al vaak veel geld meenemen om een pand te kopen. Dus het zorgt voor een enorme drempel. Nou, juist REITs zijn eigenlijk gewoon indexfondsen of ETF's voor vastgoed. Dus je kunt telkens een aandeel kopen, afhankelijk van de REIT, een paar tientjes bijvoorbeeld. Dus je kunt telkens met kleine bedragen toch al gebruik maken door te investeren in de vastgoedmarkt. En op die manier kun je dus eigenlijk al je investeringen weer een stukje spreiden. Want waar je voorheen via indexfondsen vooral de hele markt volgde, ga je nou wel meer richting vastgoed. En ook wel zijn dit aandelen, het gaat toch net de andere kant op. En dit is dan historisch gezien vaak relatief best wel goede investering geweest. En dan blijft er op deze manier nog 500 euro in de maand over. En dat hangt een beetje af van de tijdperk, zeg maar, of de situatie op dat moment op de markt, wat ik dan zou gaan doen. Ik zou ervoor kiezen om misschien 250 euro te gebruiken voor dividendaandelen. Zoals ik in het begin van de video zei, misschien komt er wel een crisis aan en met dividendaandelen heb je in ieder geval nog dat je elk kwartaal nog wat geld je kant op ziet komen. Dus ook al tijdens slechte momenten dat misschien de koers onderuit gaat, zie je in ieder geval toch nog een inkomen uit die dividendaandelen komen. En dat zou ik dan voor die 250 euro kunnen doen, of voor die volledige 500 euro die ik nog over heb. Ik zou er ook voor kunnen kiezen natuurlijk om die 500 euro te investeren in risicovollere investeringen eigenlijk. Nou, dan kun je denken aan bepaalde aandelen zoals Tesla, die natuurlijk enorm potentie hebben, maar ook een heel groot risico. Dus als je daarin gelooft, voor de lange termijn zou dat een keuze kunnen zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om dit bedrag, die 500 euro, in Bitcoin of zo te investeren. Misschien niet in Bitcoin, maar een andere cryptocurrency. In ieder geval een van die dingen, omdat je daar ook in de lange termijn op gelooft. En je misschien het risico nu wel kunt nemen met dit soort bedragen die je maandelijks kunt investeren. Dus dan heb je in ieder geval maximaal 20% van je maandelijkse inkomen dat je kunt beleggen, zeg maar, kun je dan wel risicovol beleggen bijvoorbeeld. Of je zou bijvoorbeeld voor whisky kunnen gaan, of goud of zilver. In ieder geval dingen die niet gangbaar zijn, of in ieder geval heel veel mensen nog niet gangbaar vinden, wat ze meer risico aan verbonden vinden. Maar zeker met dit soort bedragen ben jij misschien wel in de positie om dit risico te nemen. Zeker als je beseft dat je eigenlijk dit bedrag maandelijks best wel kunt missen, mocht het misgaan. En wanneer het goed gaat, je enorm kunt profiteren. Dus dat is echt wel het risico waar, denk ik, als je je in deze positie bevindt. En mocht je nou niks hebben met dividendaandelen of risicovolle aandelen bijvoorbeeld, of investeringen, dan zou je natuurlijk ook voor kunnen kiezen om die volledige 500 euro bijvoorbeeld te sparen. Dat je een buffer opbouwt, dat wanneer de beurs of een bepaald aandeel dat je graag volgt onderuit gaat, bijvoorbeeld 20% van Facebook af en jij gelooft in Facebook, dan heb je in ieder geval een bedrag opgespaard dat je in één keer kunt gebruiken om extra aandelen, in dit geval dus van Facebook, te kopen. Zodat je eigenlijk kunt profiteren van een dipje in de markt of een crisis in de markt of een dipje bij een specifiek aandeel. Maar je zorgt in ieder geval dat je extra kunt profiteren van aandelen waar je al in gelooft. Dat je eigenlijk dus een beetje dollar cost averaging principe gaat toevoegen of toepassen. Dat je eigenlijk de gemiddelde prijs die je voor een aandeel betaalt dus omlaag kunt brengen op deze manier. En je zou het zelfs kunnen zien als swing traden of daarvoor kunnen gebruiken dat wanneer het aandeel dan weer terug op de oude koers staat en je in een korte periode misschien wel wat 20% rendement hebt gemaakt, dat je dan het aandeel weer verkoopt en weer een nieuw aandeel koopt wat een dipje heeft, zeg maar. Dus daar zou het ook voor kunnen gebruiken. Aan de ene kant ook risicovol, maar in ieder geval nog wel binnen aandelen waar je misschien iets meer kennis of verstand van hebt, iets meer gevoel bij hebt dan bij whisky of bitcoin. En op deze manier zou ik dus eigenlijk mijn 2500 euro in de maand of eenmalig verdelen in verschillende beleggingen. Zoals gezegd, ik heb al eerdere video's gemaakt over 100 euro in de maand of eenmalig, 1000 euro en nu dus 2500 euro. Ik zal trouwens links naar die vorige twee video's ook in de reactie of eigenlijk in de beschrijving onder deze video plaatsen. En dan vind je natuurlijk ook de links naar verschillende brokers waar je gebruik van kunt maken om deze aandelen of indexfondsen of noem het allemaal maar op te kopen. En als je nou benieuwd bent hoeveel passief inkomen ik nou met dit kanaal verdien, abonneer je dan op het kanaal, zou ik zeggen, want over een week of twee is de maand afgelopen en ga ik dus weer kijken hoeveel ik in augustus heb verdiend. Dan maak ik natuurlijk een video over hoeveel ik heb verdiend, op welke manier ik het heb verdiend, noem het allemaal maar op. Dat komt nog in de video's. Wil je die zien, abonneer je dan op het kanaal. Vond je dit nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder de video in de reacties weten wat je goed vond, wat je minder goed vond. Dan kan ik dat meenemen naar de volgende video. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, dan kun je natuurlijk ook weer onder de video de reacties gebruiken. Of je vindt daar een link naar onze Discord chat, waar we bijna 300 mensen over al dit soort onderwerpen praten. Dus dat is altijd ook zeker aan te raden. En als je nog geen lid bent, zoals gezegd, ik maak elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus abonneer je hieronder op het kanaal, dan mis je nooit meer een video en dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.